Ik ben deze keer op de locatie, de nieuwe locatie van de voedselbank. En naast mij zit Evert van Houten. Hoi Evert. Goedemiddag. Hallo. Ja, we zitten hier in het pand van de voedselbank. En jij bent eigenlijk geen echte bokselnaar, Evert. Nee, dat klopt. Ik ben geboren in Simmerges-Gestel. En ik ben in 1986 in contact gekomen met mijn huidige vrouw. En zodoende ben ik in Boksel terechtgekomen. Toen ben je hier ook komen wonen eigenlijk? In 1987 zijn we getrouwd en toen zijn we ook in Boksel blijven wonen. Ja. En waarom Boksel? Om jouw vrouw hier wonen? Ja. Jullie hebben nooit gezegd, kom we gaan naar Sint-Oederode. Nee, ik had zelf een huisje in Veghel. En er is, ja, ik zeg altijd maar twee keer wezen logeren, maar het was toch ander volk als Boksel. Ja? Ja, Veghel is, vind ik, de mensen zijn stugger als hier. Ja, ja. Want als je altijd in Boksel hebt gewoond, is het toch anders dan je als vreemde in zo'n dorp komt, hè? Ja. Hoe was dat voor jou dan? Ik ga overal mijn hart. Ik zeg iedereen, ik neem mijn hart mee. En ja. Ik heb in Sint-Oederode gewoond, ik heb in Veghel gewoond. En ik, ja, tot mijn 24e jaar in Simmerges-Gestel. Maar ik had er ook geen moeite mee om te verhuizen. Of, nee, helemaal nee. Niet. Het is ook niet zo heel ver uit elkaar. Nee, hè? Dus het ligt allemaal bij elkaar. Hè? Ja. Had jij toen ook al werk in Boksel? Ik werkte toen bij het kruidvat in Schijndel. Okay. En die zijn na zoveel jaar zijn die toen verhuisd naar Veghel. En daar heb ik ook nog een jaar of vier mee gedraaid en toen ben ik eigenlijk in de WHO gekomen. Toen was ik net 27, 28 jaar zoiets. Oh, zo jong al? Ja, en ik heb een versleten onderrug, dus op mijn stuitje, dus en de wervels zijn ingezakt. En hoe kan dat al zo op zo'n jonge leeftijd? Met sjouwen zeggen ze. Hè. Je, ja, is het toch zo ja, met het harde werken? Ja, maar wel door het zware werk wat ik altijd gedaan heb. En, ja, het is niet aangeboren nee, of zo, maar dat zou dus, ook kunnen, hè? Ja. Nee. En ja, er zit een innerspecialist die er aan durft te beginnen, want ze zijn bang dat ik dan in een rolstoel terechtkom. Ja. Nou, en toen ben ik eigenlijk zo het zuurtje aan het zoeken gegaan van waar kan ik nog. Nou, toen ben ik met, op een gegeven moment zou ik een advertentie staan in het krantje van taxichauffeurs gevraagd. Nou, toen ben ik bij firma van de Michelaar terechtgekomen. Oh. En daar heb ik 7 jaar heb ik daar gewerkt. Gewoon in vaste dienst eigenlijk? Voor een 20-uur contract. En toen op een gegeven moment ben ik in vaste dienst gekomen. Nou, en toen ik na 7 jaar had ik het daar eigenlijk toch ook wel voor het buurtje gezien. Ja, is natuurlijk nou, ook en altijd toen ben hetzelfde. Toen kreeg ik contact met mijn oude collega van het kruidvat. Van, god, wij zoeken nog iemand bij ons op de expeditie. En is er niks voor jou en dit en dat. Want ja, ik hoef alleen maar kantoorwerk te doen. Nou, dus toen ben ik eigenlijk toch weer teruggegaan naar mijn oude baas. Want dat kon, want als je toch afgekeurd wordt, dan is dat, of was dat toen niet? Toen was het anders, geloof ik, hè? Toen ging het heel anders dan nou tegenwoordig. Ja. Het moest wel in overleg met UWV, maar ik had toen ook kunnen tonen van, luister hier, ik kan het werk doen. Ja. En ik wil het ook, want ik wou geen mensen een hele dag thuis te zitten. Nee, nee. Dus, en ook nog zo jong ook, hè, zo, hè, bedoel. En toen ben ik eigenlijk weer beland bij het kruidvat op de expeditieafdeling. Nou, en dat heb ik gedaan tot ik, even kijken, ik denk 35, 36 waar, zoiets. En toen ben ik eigenlijk aan het toppen gegaan met mijn rug, 3 hernia operaties gehad en noem maar op. En, het is eigenlijk altijd een zwakke rug gehaald dan, hè? Toch? Dus toen is dat eigenlijk steeds weer uitgebreid. Ja, op een gegeven moment heb ik gezegd van nou stop ik ermee, want het gaat gewoon niet meer. Nee, nee. Goed. En toen hebben ze me in, toen ik 48 was, werd ik voor 70% afgekeurd. Dus ik moest eigenlijk voor 30% nog ergens gaan werken, maar ja, dat ging gewoon niet. En toen hebben ze me na 5 jaar hebben ze me herkeurd en toen hebben ze me voor 100% afgekeurd. Hoe was dat voor jou? In eerste instantie wel hard. Ja, want het is toch heftig. 48 jaar, een jonge vent. Ja, in het begin valt dat best mee. Ja, maar de wereld wordt wel kleiner, hè? Ja. Natuurlijk, hè? Dat wordt een heel stuk. Je wordt een heel stuk ingekrompen van, wat moet ik gaan doen? Ja.
Kijk, en op een gegeven moment toen kwam ik een collega of een oude kameraad van mij, die werkte bij de voedselbank. En die schoof uit over zo'n stukje ijs, zeg maar. En die verbrijzelde zijn knie. Dus toen kwam de oude voorzitter van de voedselbank, die kwam. En die kwam vragen of ik eventueel voor hun zou willen rijden. Als chauffeur, natuurlijk. Ja, als chauffeur, want ik was bij de taxi, waar ik denk, met die grote bus. En zodoende ben ik eigenlijk bij de voedselbank beland. En nooit meer weggegaan. Nee, want wou ik zeggen, nou, ik zit er nu nog. Ja. Maar dat was wel bijzonder voor jou, Evert, dat je toch wel weer je eigen nuttig kon maken, denk ik, hè? Kurt? Ik heb altijd gezegd, als ik mijn eigen tempo mag doen, dan ga ik het. Ja. Kijk, dat is nou bij de voedselbank ook, als ik gewoon in mijn eigen tempo werk en ik sjouw niet te veel, dan kan ik het goed volhouden. Ja, want heb je constant pijn dan, eigenlijk? Ja. Ik loop continu, zeg maar, een zeurende pijn. Ja. Niet echt pijn, maar een zeurende pijn. Maar dat is ook vermoeiend, hè? Je moet eigenlijk zien dat die botten zo over elkaar schuren, want dat knarsbeen is er tussenuit. Ah, ja, dat kraakbeen bedoel je? Dat kraakbeen, ja. Ah. Dus ik wil zeggen, dat is er tussenuit. Dus die botten die liggen eigenlijk heel de dag op elkaar te schuren. Dus. En dan niet een speciaal corset of zo waar je dan aan ik moet, heb je ook van alles wel gehad. Ja? Ik wilde allemaal niet weten wat er in de kast ligt. Ja. En zo'n corset heb ik toen nog gehad, maar er is helemaal niet mee te werken. Nee, je moet gewoon zelf een grens aan geven. Ja, ik heb gewoon van die banden die ik dan zelf aan doe als ik het echt in mijn rug heb. Ja. Maar anders, nee. En dan gewoon wijgen, je weet het gered, dus je moet wijgen gewoon aanpassen. Ja, en het eerste die voelt waar je wel en niet moet, waar je grens is, ben je zelf natuurlijk, ja, hè? Ja, ja. Je lichaam is even eigenlijk van stop en niet weier. Ja, maar heftig, als je dan door zoiets hebt eigenlijk, hè, dat gewoon toch een heel stuk van je leven beperking geeft, hè? Ja. Want het is altijd ik en mijn rug, hè, eigenlijk, toch? Ik heb echt heel veel in moeten leveren, want ik heb vanaf mijn 14e jaar tot mijn 40e altijd met liefde en plezier in de horeca gewerkt. Nou, dat was op een gegeven moment voor het gewoon te veel. Omdat het staan, of hoe is dat dan? Het staan, het lopen en noem maar op, heel de dag. Dat werd gewoon te veel voor het. Dus dan, dan zin ik wel van, ik wil best komen helpen, maar dan een voor bepaalde een paar uurtjes. En dan dien ik deze meeste tijd om de drukste tijden mee, zeg maar, de etenstijden en zo, dat ik dan extra mee insprong. Ja, ja. Kijk, en dan was het hem te doen. Ja. Maar anders is het, hield ik het gewoon niet vol. Nee, dus, dat is toch erg eigenlijk. En dan zeggen ze, dan roepen ze nou hier bij de voedselbank ook niks zat van. Doe nou toch eens rustiger aan. Maar, ja, want je bent wel heel gedreven als mens. Ja, maar dat heb ik altijd gehad. Want ik heb, ik denk bij mijn eigen verdekker ten ander gevraagd heb van, wilde je dat doen? Dan heb ik het zelf al gedaan. Dus ja, daar blijft het toch houden. Daar zit erin en daar gaat het toch nooit uit bij mij. Ja, want nou ben je even zo. Daarom zit ik hier ook. Nou ben je een vrijwilliger bij de voedselbank. Je bent er zo ingerold eigenlijk dan. Door de iemand zijn knie verbrijzeld. Ben jij hier terecht gekomen? Ben ik hier terecht gekomen. En jij zit hier nou al hoeveel jaar? Ik ben in 2007 jaar. In 2010 ben ik bij de voedselbank gekomen. 2010, oké. Ja. Oh, dus dat was al toch wel dat je al wat ouder was dan. Ik dacht dat jij heel jong was of zo. Nee. Nee, want toen was ik al 6, 5, 7, 5. En wat is jouw functie dan bij de voedselbank? Want jij bent daar ingerold eerst als chauffeur. Ja. En toen? En toen zijn we eigenlijk, is er van zoetjes aan, is er doorgegroeid. En nu ben ik eigenlijk benoemd als hoofdcoördinator van de voedselbank. Ja. Dankzij mijn zilveren kei die ik 2 oktober gekregen heb van onze burgemeester. Ja, want ik zag hem hier al op tafel staan. De zilveren kei van een bokselaar. Dan. Ja, sinds 2 oktober hebben ze mij daartoe benoemd. Namens de burgemeester heeft dat gedaan. En wist je dit, dat je dit kreeg? Nee, ik had wel iets in gedachten, maar dat er dit uit zou komen, dat had ik dus niet verwacht. En maar hoe was dat voor jou? Want hoe ging dat? Moest je officieel ergens naartoe? Nou, wij hadden dus 2 oktober de opening van de nieuwe voedselbank. En er was dus de burgemeester was ook uitgenodigd bij BMW en noem maar op. En dat was hier in deze locatie? Dat was in deze locatie. En toen had eerst onze voorzitter het woord gedaan. Toen Mario Knoops van het Wereldhuis. En toen kwam de burgemeester.
En op laatste werd ik dus naar voren geroepen. En toen werd ik gehuldigd met een zilveren kei. Oh. Ja, dat was echt een verrassing. Ja, was je niet ontroerd? Ja, zo? Ik zie ook al het hart van mij. Ik heb altijd gezegd, ik hoef geen lintje. Echt niet. Want ik zeg, daar hou ik helemaal niet van. Want de glimlach van onze cliënt is mijn salaris, zeg ik altijd. Ja, ik zag die spreuk hier al hangen. Ja. Dat is wel een hele mooie spreuk, als de klanten, de cliënten hier vrijdags weggaan en met een glimlach op het gezicht, dan weet ik wel dat ik het voor gedaan heb. Maar dan is het ook extra leuk, dat, of mooi, dat je dan toch... Toch zo'n waardering extra krijgt, ja. Want dan word je toch door geraakt. Ja. Ja, want als ik nou de bokser fiets, dan is het, hé, kijk! Ja, hé, kijk! Ja, hé, kijk, zeggen ze dan voor. Dus. Zo kennen ze me allemaal. Ja, dus. Leuk hoor, leuk, ja. Ja, de meeste mensen kennen me vroeger van het taxibedrijf, maar nu kennen ze me allemaal van de voedselbank. Dus. Ja, want wat houdt jouw functie nou in voor de voedselbank? Ik coördineer dus de chauffeurs, ik stuur de chauffeurs aan en ik zorg dat de inkomende goederen gesorteerd worden. Dat ze dus op de juiste plaats terechtkomen. Als het iets is waar dus binnen beperkte datum zitten, dan zorg ik van, nou jongens, ik heb dus twee coördinators onder mij. En die maken dus de pakketten. En dan zeg ik, jongens, luister, zie je, dit is binnengekomen. Dit moet er van de week uit. En dat doen we dan met z'n drieën in overleg. En zo worden de pakketten eigenlijk samengesteld. Ja, want ik... Evert, ik weet er eigenlijk gelukkig niks van. Gelukkig toch, hè? Want jullie hebben iedere week hier in Boksel een aantal mensen die daar recht op hebben, hè? Op een voedselpakket. Hoeveel mensen zijn er dan hier van deze locatie, in Boksel alleen? Boksel alleen zit, ik denk een minimum de 100 cliënten. Ja. En dan hebben we dus nog 3 uitdeelpunten meer. En daar... En dat is dus Haren, Biezenmortel dan, en dan Den Dungen en Sint-Oedenrode. Oké, want die vallen eigenlijk onder deze voedselbanken? Die vallen onder onze voedselbank, ja. En dan worden ook pakketten gemaakt? Hier en worden dan... de pakketten gemaakt. Die worden dus met de bus naar het uitdeelpunt gebracht. Ja. Daar hebben we dus allemaal vrijwilligers van Sint-Oedenrode, heeft een eigen groep vrijwilligers. Biezenmortel heeft een eigen groep. Gestel is een eigen groep, of ja, de nummer dan. En die delen daar dus uit. Ja. Onze chauffeurs die brengen het door. En hun doen en het hun verder doen verwerken. Het verder verwerken. Ja. En dan zijn wij, en dan pakken ze eerst donderdags de Dungen. En dan van de Dungen rijden ze door naar Sint-Oedenrode. En dan komen ze weer terug. Ja, ja. Dan zie ik hier in de vitrines, achter jou, twee prachtige vitrines. Maar het zit niet vol, hè? Nee. Dat klopt. We hebben eigenlijk vandaag ook geen uitdeeldag. Dus dat wil zeggen dat we dan alles binnen de grote koelingen houden en in de grote vriezers. Dat is, ten eerste, je weet nooit wat er met zo'n koeling kan gebeuren. Ja. Dus ik wil zeggen, als die uitvalt, dan kunnen we het ook allemaal weggooien. Dus we houden dat eigenlijk, op de dagen dat wij uitdelen, worden ze pas gevuld. Ja. Dus 's morgens, dan begin je eerst maar alles te vullen. En dan komen de en dan 's middags, als de mensen komen, dan wordt het uitgedeeld. Want ze komen pas 's middags altijd. Ja. Oh, dan heb je ook echt die ochtend de nodig. De ene groep komt dinsdag 's avonds en de andere groep komt vrijdagsmiddag. En wat er over is, gaat weer de grote koeling in. Ja, en zodoende zijn ze nou eigenlijk leeg. Ja, ja. Bijvoorbeeld hier dan, jullie maken die pakketten en dan komt iemand binnen en die krijgt dan, alsjeblieft. Of hoe gaat dat dan? Is dat dan kant en klaar? Nee, er wordt van tevoren wordt er dus door het intake-team gaan ze kijken wat, of ze recht hebben op een pakket. Waar is die grens dan? Eén persoonshuishouden. Dus als die zeg maar per maand 200 euro overhoudt, dus dat is dus voor eten en kleding en noem maar op en alles. Als je daar dit budget in, dan komt hij in aanmerking voor een voedselpakket. Je hebt nu over een eenpersoonshuishouden, maar als er nou meerdere zijn, hoe gaat het dan? Dan wordt het dus 80 euro per persoon bijgeteld. Oké. Okay. Dus als dan wordt het een tweepersoonshuishouden, is dan 280. Oh ja. En zo loopt het op. Ja. Dus. Ja, oh ja, zo gaat het. Ja. Is dat landelijk? Ja, dat is landelijk vastgesteld. En dus bij alle voedselbanken in Nederland is dat hetzelfde. Oh ja. We hebben in Nederland momenteel 165 voedselbanken, maar alle normen zijn hetzelfde. Ja. Er is niemand die daar vanaf kan wijken. Nee, nee. Want het zou mooi zijn bijvoorbeeld dat dit bijvoorbeeld
Als je hier in Boxen in aanmerking komt, dat je dan bijvoorbeeld in Gestel wel in aanmerking zou komen. Ja, dat kan. Dat zou te gek zijn. Ja. Zeg nou, hè, ik heb dat dan denk ik ook. Dan kom ik hier, dan moet ik dan alles aan kunnen tonen. Hoe gaat dat dan? Ja, we hebben hier een speciaal team die dus de intake doet. Dat ben jij niet, dat zijn er andere mensen. Niet, gelukkig nee, niet. Nee, want iedereen heeft zo zijn eigen taken. We hebben hier allemaal onze eigen taken. We hebben dus een intake team van 5 personen, 4 of 5 man. Ja. En die gaan dus per persoon kijken hoe of wat. Dan breng je al je paparazzen mee. Ja. En dan gaan hun letterlijk dat invoeren in de computer of zo. Dan wordt in de computer ingevoerd en dan kunnen ze ook precies zien de uitgaven, inkomsten, noem maar op. Want dat moeten ze allemaal opgeven. Ja. Oh, er komt nog wel veel bij kijken, hè? Ja. Het is niet zo dat je hier binnenloopt uit de supermarkt van ik kom vandaag een pakketje halen, want zo werken dus niet. Nee. Dus de mensen die hier dus echt werkelijk komen, die zijn echt gescreend, zeg maar. En dan is het ook van, nou, die hebben er recht op. Schuldhulpsanering loopt 3 jaar, dacht ik. Dus binnen 3 jaar moeten ze er eigenlijk uit zijn. Ja. Maar die 3 jaar lang hebben ze wel recht op een voedselpakket. Hebben ze recht op een voedselpakket, ja. Ja. Om de half jaar hebben ze dus het halfjaarlijkse controle. Ja. Dus dat is altijd. Dan moeten ze alles weer meebrengen. Ja, en dan kunnen wij kijken, wordt de vooruitzicht erin zitten. Kijk, de schuld die moet dan alleen maar minder geworden zijn en niet meer. Nee, ja. Dus dat is het punt, daar moeten ze ook om het half jaar worden ze gecontroleerd weer. Ja. Dus als je daar dan zo gescreend bent, want ik hoor toch wel eens ooit wel eens van, ja, die voedselbank, ik vraag me af, ik zie ze ooit wel eens met een grote Mercedes voor de deur staan. Ja. Ja, ik weet dat niet, maar dat hoor ik dan wel eens. Hè. Ja, of ik ken een huishouden, nou, die halen 2 pakketten. Ja, ook al zoiets. Maar want daar hoor je wel eens, hè, dat of het nou die waar is die verhalen niet. Horen wij iedere week. Ja. Daar zijn wij voor toen gewend. Van gewone mensen die daar komen? Ja, of die je op straat tegenkomt. Als ik morgen in het dorp loop, dan aan de voedselbank. Ik snap niet dat dat kan en dit en dat. Want een kennis van mij die is 4 of 2 kinderen en die kreeg iedere week nou wel zoveel te eten dat ze het niet op kan. Maar die gaat het dan weer uitdelen aan een ander en ik snap niet dat dat mag. En oh, wij zijn er voor het gewoon boven. Want ik hoop één ding, die mensen die dat zeggen. Ik zeg dat je er zelf eens ooit voor komt staan. Ja. Ik zeg, en dan moeten we eens praten. Ja. Kijk, want vooral van die Mercedes. Ja. Dus ik noem maar iets, stel dat jij morgen aan de voedselbank staat. Ja. Jouw fiets is kapot, want jij hebt niet meer als een fiets. En jouw buurman die is thuis. Toevallig heeft hij een grote Mercedes en geen vrouw van, god buurman, zul je met mij meerijden? Ja. Het hoeft er maar eentje te zien, want dat is Boxtel. Ja. Want ik zeg altijd zo. Dat is alle dorpen natuurlijk. Ik zeg, als er bij de ketting, ik zeg, de fietser al gereden wordt, dan is hij al dood voordat je op de kruising van Munster ligt. Ja. Zo vlug gaat dat rond in Boxtel. Ja. Ja. En dat blijft dat overal houden. Ja. Dat is iets waar je toch niet onderuit kunt. Maar wat doet dat met jou als mensen zo'n commentaar hebben van een voedselbank? Oh, nou, terwijl, ja, maar na die 7 jaar ben ik ervoor toch gewend. Ja, maar het is wel een beetje jouw kindje, hè? Ja, je bent maar er zo. Ik zeg, als ik ook aan de vrijwilligers die nemen zo'n hoop mee. Nou, er is hier niemand die dingen echt mee. Waar? Ja. Het enige wat wij doen is, als er op vrijdagavond spullen over zijn, dan zeg ik tegen de vrijwilligers, jongens, zoek uit wat je wilt, want anders ga ik het de kliko in. Ja, want dan is het over de datum. Want dan is het een datum van het weekend of zo. Nou, en verder ga je hier echt niks naar de vrijwilligers toe. Oh, wat erg, hè? Dan mensen toch. Maar dan denk ik ooit, Is dat dan toch een beetje een gift van mensen? Dat ik zeg altijd, ik moet blij zijn met wat je krijgt. Ja, jij bent ook afhankelijk van wat jij hier de giften die wij krijgen. Ja. Zijn wij gewoon afhankelijk van waar we het pakket van kunnen maken. Ja. Want we werken wel met de schijf van 5. Oh. Dus dat wil zeggen de groente, fruit, vlees, brood, zuivel, die dingen. Dat zijn de schijf van 5, want dat zijn dingen die je nodig hebt om te leven. Ja, en die doen de standaard al die in alle pakketten? Die zitten standaard in alle pakketten. Ja. Zowel in de mini als in een standaard pakket, want dat ligt dan weer aan de personen. En de mini is een pakket voor 1 persoon? 1 à 2 persoons huishouden. En dan krijg je de standaard, dat is vanaf 3 personen tot, ligt er aan. Als je met 12 man bent, dan krijg je dus 2 pakketten. Ja, dat is gewoon verschillend. Ja, ja. Goh.
En mensen komen dan binnen en ik zag daar winkelwagentjes staan. Hoe gaat dat dan? Dan komen ze eerst... we hebben tegenwoordig een hele mooie wachtkamer. Omdat we dus een beperkte met onze winkelwagentjes en in de ruimte zitten hier, hebben we gezegd, we doen niet meer als 3 cliënten per keer naar binnen laten. Dus die mensen komen binnen, nemen plaats in de wachtruimte. Dan zit er dus iemand van de intake, die controleert de pasjes. Want ze krijgen allemaal een pasje? Alle cliënten krijgen een pasje van ons. En dan controleren ze het nummer, of het klopt. Dan mogen ze een winkelwagentje pakken en dan zeggen wij, nou, u mag doorlopen. En dan die begint dus bij de standaard kratten die wij dus maken. Dan laaien ze dus in de boodschappentassen. Dan lopen ze door naar de zuivelafdeling. Nou, dan krijgen ze dus verse groenten nog, zuivel en noem maar op. Dan gaan ze door. Dat kiezen ze niet zelf uit? Nee, wij leggen een bepaald aantal klaar. En dan zeggen we, dat is een standaardpakket, dat is een minipakket. Ja. We zeggen ook altijd tegen de mensen, als ze niet lussen, mogen ze laten liggen. Ja, natuurlijk. Kijk, als iemand geen andijvie lust, ja, laat liggen, laat liggen. Ja. Dan zeggen we, laat liggen, want dan maken we door iemand anders blij mee. Ja, ja, snap. En dan zeggen we ook met de standaardproducten, van welke niet wilt, mogen ze laten staan. Ja, ja. Dus, want wij hebben liever dat ze het dan hier laten, als dat ze het weggooien. Ja, is ook. Dan komen ze bij onze slager, zeg ik altijd, en dan krijgen ze dan... vlees. Is dat dan vers vlees wat daar gewoon... Nee, dat is vlees wat allemaal ingevroren is. Al het vlees wat hier uitgaat is diepvries. De mensen moeten ook verplicht een koeltas bij er hebben. Hebben ze geen koeltas bij er, krijgen ze geen vlees mee. Oh, hoezo? Dus, want dat komt bevroren al hier aan? Dat komt bevroren hier aan. Maar dat komt bijvoorbeeld dus uit de schappen van een winkel. Ja. En dan is het bijna over tijd of zo. Dat is meestal... Over de datum. Meestal tegen de datum aan. Ja. Dan hebben wij een contract met de winkeliers. Hun vriezen het in. Wij halen het daags aan de rand op. Dan wordt het hier gestikkerd. En dan wordt het hier al mee daags aan de rand verwerkt en uitgedeeld. En dan wordt het hier gestikkerd. Dan dat komt wil er zeggen, overal dat ze, een sticker op. Een stickertje op dat ze het nog 2 maanden mogen gebruiken. Als het bevroren is. Als het bevroren is. Ja, als ze gewoon bijvoorbeeld thuis in een diepvries legt en je nog 2 maanden de tijd om het op te maken. Ja, snap ik. Want na die 2 maanden ga ik het dus in vriezing krijgen in het vlees. En dan, dat is niet lekker. Nee. Oh, dat heb ik ook wel. Dan lig ik te lang in de vriezer. Denk, maar was, dan denk ik, oh ja, dit was ook nog iets. Ooit een stukje vlees. Dan ligt het er wel heel lang in. Ik pak ook altijd het lekkerste, maar ja. Dat is ook luxe, hè. Maar dan, en dan krijgen de mensen mee, nemen ze bevroren mee naar huis en dan leggen ze het mooi in de diepvries. Laten ze het ontdooien, moeten ze het eigenlijk dezelfde dag opeten. Dan moeten ze het dezelfde dag ook verwerken. Ja, want maar ja, dat doet het thuis zelf ook. Ja, als je spullen uit hoe het diepvries houdt. S'morgens eet het ook s'avonds. Dan eet het s'avonds ook op. Dus. Want dat vlees wat jullie krijgen, er is niks over de datum. Nee. Dus allemaal binnen de houdbaarheidsdatum. Ja, maar het zit een beetje tegen het laatst staan. Dus, ja. Ik noem maar iets, als het vandaag de 28e is. Dan hebben wij het vlees waar wij dus de 28e ophalen, is dus van de 27e. Ja. Is vandaag van tevoren. Ja. En omdat we dus die afspraken hebben met de supermarkten, dat hun het in moeten vriezen. Ja. Kijk, hun halen het de 27e uit het vak, leggen het netjes in kratten, dan duwen ze bij hun in de grote vriezer. Het is wel goed geregeld. Wij komen daar naar de rand en we komen daar het vlees ophalen en klaar. En jullie hebben hier grote diepvriezen? Ja. Die mensen komen, die krijgen die bevroren pakketten mee. Ja. En dan, dat is maar net wat je hebt. Ja. De ene keer hebben ze kale lappen, de andere hebben ze gierosvlees. We hebben het ooit gehad met de kerst, hebben we biefstuk uitstonden te delen. Werden we daags voor de kerst werden we gebeld. En bij Distifris hier of we de vlees konden halen. Nou, toen bleken het dus allemaal biefstukken te zijn. Dus wij stonden hier, daags voor de kerst, stonden wij hier aan al onze cliënten biefstukken uit te delen. Wat doet dat met jou dan? Als je die... Want dat is een extra cadeautje. Dat is een extra cadeautje voor die mensen. Dan ziet er echt een glimlach. Maar ook voor jullie ook, hè? We hebben een keer biefstuk voor de mensen. Maar we hebben hier dus ook wild gehad in het begin, dat was reeënrug, zeg maar, en noem maar op, wild zwijnvlees. En... Ja. Maar ja, weet je wat het is, die mensen kennen dat niet. Nee, dat is te. Dus dan denken ze van, ja, wat moet ik ermee? Ja. Kijk, ik wil zeggen, een biefstukje, dan weet iedereen hoe dat ze dat moeten bakken. Ja. Ja. Kijk, en dan denk ik bij mijn eigen, ja,
dan kun je beter een wiestuk weggeven dan ze een warkshuis, bij wijze van spreken. Dan iets van wild wat je wel of niet kent of ook niet lust. Ja. Dat kan ook natuurlijk. Nee, maar daarom zeg ik ook wel, als ze niet lusten, mogen ze hier laten. Ja. Ja, maar dus dat kan ik me ook wel voorstellen, door de angst die zo'n mensen hebben, lijkt mij, van ik moet hiervan overleven, ik krijg dit, ik neem het maar mee. Ja. Want desnoods maak er iemand anders mee blij, of ik kan er nog iets van, kan iets ruilen, want wordt er ook geruild onderling. Nee. Want dat zou ik dan weer doen. Kijk, maar het is wel zo, als wij dus, ik noem maar iets, jij komt bij mij aan tafel en ik geef jou speklappen, terwijl je helemaal geen speklappen lust. Dan maar dan zeggen van, nou, die lus ik niet, maar, en dan vatten we door iets anders voor. Dat kan, als jij dan zegt... Bij wijze van spreken met een pakje gehakt, half. Ja. Kijk, dat maakt in principe niet uit. Nee. Maar het is niet zo dat de cliënten hier buiten op straat het vlees hebben gestort te wisselen met elkaar. Nee, dat hoort ook niet. Nee. Nou hebben we vlees, maar hebben jullie nog meer soorten... Dus nou, kip of onder andere op dinsdag hebben wij dus onze uitdeeldag bij de moslims, zeggen wij. En die delen we alleen maar vis en kip uit. Waarom komen die op een andere dag dan? Ja, die komen op dinsdagavond. Maar waarom is dat dan? Nou, omdat die groep, die zat eerst op vrijdag erbij. Ja. Maar toen met de oude ruimte, was die groep die was eigenlijk voor te groot. Dus toen konden wij, die stroom, die konden wij allemaal niet aan. Nee. Nou, toen hebben we dus aan de mensen zelf de keuze gedaan van, God, wat zouden jullie ervan vinden als jullie naar de dinsdagavond gaan? Want op dinsdag hadden wij nog geen uitdeeldag toen. En toen zeiden ze van, ja, dat maakt in principe voor ons niet uit of wij nou op dinsdag of op vrijdag een pakket halen. Dus die hebben toen gezegd van, nou, dan gaan we op dinsdag starten met die moslimpakketten. Ja. Dat wil zeggen dat we dus op dinsdag hebben dus ook alleen maar vis, kip... Er zijn er een enkele bij die rundvlees willen, maar dat ligt dan op dinsdag alleen in de vriezer. Ja, en die hebben dan wel, dus, wel dus de rest hetzelfde als zeg maar, de Nederlanders? Ja, ongeveer wel. Dat is dan puur alleen, het geloof? Alleen, dus, we moeten dus wel opletten dat we dus met de soepen, dat we dus geen... Want dat er geen varkensvlees in zit. Dat er geen varkensvlees in zit. En ook heel veel, dat er geen varkensgelatine bijvoorbeeld in de koekjes zit. Dan dat moet komt toch wel heel nauw, ja, daar moeten we wel echt goed doorlezen van, waar zit er nou in, want... Ja, zijn mensen dankbaar? Ja. Ze zijn echt, als ik ze hier vrijdags of dinsdags ook, en je ziet ze dan lachend de deur uitgaan, dan ben ik echt tevreden. Ja. Dan weten we wat we het voor doen. Ja, want je ziet ook dat er armoede is. Zie je dat ook gewoon in het... Er is nog veel meer armoede als dat wij denken. Ja. En vooral onder de oudere generatie. Ja, want mensen hier komen, zijn er nou oudere mensen of jeugd? Of hoe is dat dan? Dat varieert, ik zeg altijd, de middelbare leeftijd een beetje. Oh ja? Ja. Want de echte oudere mensen, en ik ken er heel veel... De oudere, ik heb bedoeld 60, 70ers zeg maar. De 70er series. Ja? Ik ken er dus heel veel die van een AOW'tje alleen rond moeten komen. En wat is een AOW'tje? Een hond of negen? Een 800-900 euro ook. Maar als je dan hoe gehuurd gast ligt en wat er betaald is, dan houden ze niet veel meer over om van te eten. Hoe kan dat dan? En dan zeggen ze van, ja, maar vroeger na de oorlog gaan we ook niks. En wat doen die oudjes dan? Dan vatten ze maar een broodmaaltijd meer in plaats van een maaltijd. Ja, dat klopt. Dat klopt. Kijk, die zijn heel veel meer onder voet, hè, oudere mensen. En vooral omdat dat verschil, die schamen er eigen, zeg maar, om de rand te kloppen. Ja, dat doen maar ze ik denk, dus. Ik denk als wij die groep zouden gaan bereiken, dat we een uitbreiding hadden van zeker 50 cliënten in de week. Want er zit echt heel veel armoede onder die ouderen. Ja. Oh, wat is het toch jammer dat ze hier geen gebruik van maken, hè? Alleen al voor hun gezondheid. Nou, ik denk ook door het schaamtegevoel. Schaamte, ja. Nou, voor ons hoefden we eigenlijk niet te schamen. Nee. Wij zijn er om jullie te helpen. Ja, maar je kunt natuurlijk ook hebben mensen die bijvoorbeeld door failliet gaan of zo. Of dat soort mensen ook, hè. Die eerst misschien wel op stand hebben geleefd. En die zo terugvallen dat ze hier aan moeten kloppen. Ja, dat kan ook. Ja. En we denken van die echtscheidingen tegenwoordig. Dubbelhuizen, dubbele auto's en noem maar op. En
Ja, als het zover is, dan vallen ze toch terug in een gat weg. Ja. En dan is het op een gegeven moment, ja, hoe kan ik het oplossen? Maar er is geen oplossing dan. Nee. En je hebt natuurlijk ook wel een groep mensen die denkt, hey, het is er. Ik ga er naartoe, ik heb er recht op, hey, hallo. Ja, en die doen die het, hè. Ook. Die schaamteloos gewoon hun ding komen halen. Ja. En dat is ook goed, hè. Want als je er recht op hebt, is het gewoon... Als ze er recht op hebben, dan zeg ik, van mogen ze het van mij komen halen, ja, klaar. Dus al dansen ze hier binnen, maakt niet uit, ja. Voor mij is ieder cliënt hetzelfde. Ja. Ja. Er wordt geen, ik maak geen verschil tussen links of rechts of hoe of hè. Ja. Hey, even iets, hè, want dat vind ik eigenlijk ook wel eventjes fijn om toch even te bespreken. Als je nou iemand bent en je ziet dit programma nou en je denkt, ja, ik heb dat ook. Hè, zo'n AOW'tje en ik heb zelf ook dat ik niet veel geld heb. Wat moeten mensen dan doen? Wat is dan de eerste stap? Dan kunnen ze op de site kijken. Ja, maar dat zijn oudere mensen, hè? Ja, nou, dus... die kunnen er eigenlijk aanmelden bij Contour de Twern. Contour? De Twern. En daar zit? Op het Ursula. Dus ze lopen bij het gebouw Ursula binnen. Daar zit een mooie secretaresse of iemand, of receptioniste. En die kan hun dan verder helpen waar ze naartoe moeten. Ja. En dan begint het aanmelden en dan begint begint dat proces. Dan met de aanmelding daar. Hun nemen dan weer contact met een van onze intakers. En dan wordt het proces dus lopen. Zo'n inteker, die gaat ook bij de mensen aan huis? Nee. Dan neemt onze inteker, die neemt dan contact op met die mensen. En die maakt een afspraak voor intakecontroles en noem maar op. Ja. En dan kunnen ze gewoon een voedselpakket krijgen als ze... Als ze er recht op hebben, dan krijgen ze het. Nou, hè, dus even bij deze hebben we dat toch even moeten zeggen, want de winter komt eraan. Ja. En als je daar recht op hebt, dan zou ik dat zeker gaan doen, want het is echt de moeite waard. Ja. Toch? We starten nou voor dadelijk. Jezelf, gewoon doen. We starten dadelijk in de maanden december weer met de winkeliersacties. Ja, vertel eens, wat is dat? Want het winkelen publiek krijgt van ons een foldertje, waar dus op staat artikelen die wij dus heel hard nodig hebben. Onder andere macaroni, spaghetti en rijst. Nou, dat is een artikel. Is altijd goed. Is altijd goed en we komen het altijd tekort. Want we kunnen het niet aangeslept krijgen. Ja. Dat is zo simpel. Dus als jullie bijvoorbeeld in het winkelcentrum staan in Oosterhof, zeg maar. Ja. En ik kom daaraan, ik zie jullie staan en ik geef jullie spontaan een pak macaroni, spaghetti of iets. Dan zijn jullie al lang blij. Dan zijn wij er al heel blij mee. Met een zakje mix erbij. Ja, ik wil. Ja. Ja, als je het een buurtje bekijkt, ik wil zeggen, dan kunnen we wel zeggen. Maar met een pakje gehakt, ik zeg een pakje macaroni en een pakje van die mix. Ik zeg, kun je al een maaltijd maken? Ja. Ja. En dan ben je bij elkaar misschien 3-4 uur ook kwijt. En dan heb je alweer 2 dagen te eten, bij wijze van spreken. Ja, dan kun je een flinke pan van maken, ja. Ja. Wordt er veel gegeven dan? Ja, vrij veel. Er valt, ieder jaar valt me de, ja, het wordt wat minder. Ja? Maar... het waren meer luxere artikelen die de mensen... geven, ja. Vroeger was het fietsen een pak macaroni of een pak spaghetti van 59 centen. En nu zijn er meer mensen bij die zeggen, oh, het is kerst. Ik geef ze een doosje bonbons. Ja. Is dat fijner of heb je liever... Want nou, wij... Heb je liever gewone macaroni en de spaghetti? Ik heb liever gewone artikelen. Ja, dan en zeg maar, duur... als een luxe artikel. Ja. Kijk, iemand die... Daar kun je bijna niks mee natuurlijk, hè? Nee, ik noem maar iets. De mensen kunnen wel harde hertenbiefstuk kopen. Ja, maar dan moet ik toevallig net mensen hebben die hertenbiefstuk lussen. Ja. Ja. En wie geeft er wel, wie geeft er dan niet? Ja. Dat is... Ja, maar dus wij het... adverteren ook altijd met van droge artikelen. Ja, wat wel langer... Dus wel langer houdbaar is, net zoals suiker en noem maar op. Die dingen allemaal. En zouden nou mensen ook bijvoorbeeld... die denken, goh, ik heb eigenlijk ook van mijn eigen kerstpakket, hè, want dat moet ik wel zeggen. Vroeger kregen we allemaal kerstpakketten en waar we niet lusten, bracht ik naar de Sint Vincentius voor het kerstpakket daar. Daar kun je daar dat ook, klopt. Hè? Ja, daar kunnen mensen, dat kan nog. Of ik ken ook iemand die net wel eens een keer een heel stel kaarsen naar de Sint Vincentius gebracht. Kan dat hier ook? Ja. Dus als wij ik... kunnen wij regelmatig tussen dus bellen van, god, mijn dochter heeft een kerstpakket gekregen en... ja, die wilde toch schenken aan de voedselbank. Nou, dat kan.
wij sparen die kerstpakketten op. Ja. En dan doen we dus in die week tussen kerst en nieuw gaan wij ze dus allemaal uitpakken. Mm-hmm. En dan wordt het dus mee verdeeld, voor nieuwjaar. Ja, ja. En dus als iemand die bijvoorbeeld in een hoop kaarsen heeft, zeg maar iets, hè? Zijn je daar ook blij mee? Ja. Dan gewoon een kaars. Want die in doen we dan gewoon met de kerst. Als een extra cadeautje. Als extra cadeau in de pakket. Ja, welk nummer moeten ze bellen als ze jou nou. Of als ze er nou graag af willen staan? Weet je dat zo? Dat weet ik zo uit mijn hoofd. Dus 06-268-22101. Daar is hij. Evert, als nou. Wat we nou over hebben, over die kaarsen. Dus dat wil ook zeggen dat jullie ook. Andere producten die niks met voedsel te maken hebben, ook meegeven in pakketten. Het is zo, als de mensen hier komen en ze willen dus speelgoed of kleding of zo afgeven, dan zeg ik al van, God, als het u niet uitmaakt, breng het dan naar Vincentius toe. Ja. Want dan komen toch de goede van ons, want we worden gesponsord door Vincentius. Dus één keer per jaar krijgen wij dus het bedrag geschonken van hun. Want wat hun overhouden als winst, dat verdelen hun aan goede doelen. Aan goede doelen. Maar onder de voedselbank. Jaar onder andere de voedselbank en noem maar op, nog verschillende dingen meer. Ja. En dan zeg ik ook altijd, breng het naar de Vincentius toe, want dan komen toch de baten van de kinderen van de voedselbank weer. Ja. Ja. In de bos kunnen ze dus naar een kledingbank toe, waar ze twee keer per jaar dus helemaal in de kleding worden gestoken. Van, ik noem maar iets, van de schoenen tot de roof toe. Ja. Dus, nou, dan hebben we ook tegenwoordig ook nog een speelgoedbank erbij. Oh ja? Die zit er ook bij tegenwoordig bij de kleding. Die zit in een bos ook. Ja, dan? Ook in een bos. Dus ja, er zijn alle mogelijkheden zat. Ja. We hebben voor de, hier in Boksel hebben we dan ook. Stichting Jager Job. Dat wil zeggen dat de kinderen van de voedselbank krijgen ze een verrassingsdoos. Och. Er zitten dus slingertjes in en noem maar op, een cake en wat speelgoed voor die kinderen. Dus op de dag dat ze dus jarig zijn, krijgen ze dus die doos. En die worden van hieraf meegegeven? Die worden van hieraf meegegeven. Ja, leuk. Wij hebben dus iemand die dus die verjaardagen iedere maand bijhoudt. Ja. Nou, en die stuurt ze dus, de formulier stuurt ze dus op naar Rotterdam. En dan van daaruit wordt dat doorgestuurd naar het distributiecentrum in Tilburg. En dan die komen maken het hier. En dan, dan zijn ze al klaar en dan komen ze dus hier naartoe. Oké, dus het is wel eventjes mijn overweg. Maar toch? Anders moeten we ze zelf gaan halen naar Rotterdam en dat is dat veel te duur. Ja, dus is bij, ook. Hey, even, nou zag ik straks ook, want ik heb al rond mogen kijken. Een hoop poetsmiddelen, wasmiddelen, want dat heeft ook niets met voedsel te maken. Dat is eigenlijk ook zo'n aparte ruimte. Ja. Dat krijgen jullie af en toe ook dan? Het is zo, we hebben sinds kort hebben we dus heel goede contacten met Albert Heijn. En we hebben nou twee keer een Albert Heijn supermarkt leeggehaald. We hebben een Jumbo, Jumbo supermarkt hebben leeggehaald. Dat wil zeggen, die gaan verbouwen. Oh, zo. En alle producten die er dus overtollig zijn, die werden gelijk naar de voedselbank geschonken. Afgelopen week hebben we weer 20 kratten binnengekregen. Dat zijn dus spullen die uit het assortiment gaan bij Albert Heijn. En dan doen ze de ene week, want als je bij Albert Heijn binnenkomt, er staat een groot bak en er staat overal op 35%. Ja. Nou, er kan shampoo in liggen, de noem maar op. Alles, van alle randen spullen liggen daarin. Doen ze dus één week die 35% erop. En de tweede week gok het naar de voedselbank. Wat erover is. Wat erover is. Dus dat wil zeggen van een tube tandenpasta tot wasverzachter. Noem maar op. Ja. Dat kan al wat er tussenin zit. Ja, maar dat is altijd afwachten, even wat jullie hebben. Dat is afwachten, want we hebben ook al ooit een heel partij wasknijpers gehad. Ja? dus het is, dat maar is mensen gewoon zijn overal blij mee, hè? Alles. Want net als je nou bijvoorbeeld wasverzachter krijgt dan, en je hebt genoeg, dan doe je die standaard erbij in die pakketten? Ja, nee. Wasmiddelen en zo mogen we dus niet in de standaardpakketten doen. Oh. Die mogen niet in het pakket mee, dus die worden in de hal extra uitgedeeld aan de mensen die dus komen.
Dus, dus een extra cadeautje. Als een je extra, daar loopt, ja, krijg je nog eens een eventueel... Zeg maar, als we kleine artikelen hebben, dan maken we dan een tasje van. En dat kan bijvoorbeeld van tandenpasta tot schoensmeren, ja, noem maar op. Ja. Dat kan erin zitten. Ja. En dan de grote dingen, dat is grote pakken waspoeier en noem maar op. En die krijg je ooit ook wel eens? Die hebben we ook. We hebben, nou, de laatste keer hebben we dus wasverzachter gehad. Nou, geweldig, nou, toch? Dat waren flacons van 3 liter. Dan kunnen ze eens kijken hoe lang je daarmee vooruit kunt. Ja. En dus, dat zijn dingen, dat is luxe. Want dat is het luxe, niet, want zo, nee. Een wasverzachter dan? Nee, veel mensen niet. Nee. Ja, voor alle markten is even thuis, zeg maar. Het is een heel wereldnetwerk op zich, hè? Hoor, ja, ik nou zo. Ja, ik zeg altijd, het is gewoon een bedrijf. Ja, het is echt een bedrijf. Vroeger was het, toen ze begonnen, in 2006 zijn ze dus begonnen met de voedselbank. Ja, toen hadden ze 6 of 8 cliënten. Dus ik wil zeggen, dat, ja, was nog te overzien. Ja. Nou hoor ik ook wel eens de vraag, hè, dat mensen zeggen, als er geen voedselbank zou zijn, dan zouden mensen zelf veel actiever worden om aan de spullen te komen, om te gaan werken of om te... Ja, ik weet niet of wat ik daarvan moet zeggen, maar dat hoor ik dan wel eens. Dus ik vind het maar onzin, want je maakt mensen lui. Wij hebben toen gezegd ook van, luister, zie, we hebben dus aan al onze cliënten, want wij werken dus ook samen met Voedseltuin hier in Boksel. Mm-hmm. En we hebben dus gewoon tegen alle cliënten gezegd van, alle tijd die je over hebt, zouden mee kunnen helpen in de Voedseltuin. Want er moet geschoefeld worden, er moet geplukt worden, er moet voor alles gebeuren. Ja. Dus we hebben toen tegen de cliënten gezegd van, voor wat hoort wat. Ja. Kijk, zeker die onze... thuis zitten, hè. Nu. Geen pakket zonder traject, zeggen we, ja, tegenwoordig. Ja. Kijk, ik wil zeggen, er zijn er... Ik zeg niet dat ze het allemaal kunnen. Maar er zijn mensen genoeg... Die mee kunnen helpen. Die nog mee kunnen helpen. En het is ook goed voor de sociale contacten. Ja. Je bent buiten. Momenteel, ik dacht dat ze momenteel iets van 25 vrijwilligers hadden in de Voedseltuin. Nou. En die ook eigenlijk hier een pakket komen halen? Of nee, niet dat allemaal. Niet? Nee, oh, nee, nee. Okay. Er zijn er 2 of 3 bij die van de voedselbank een pakket hebben. En is de toch rest maar is weinig, allemaal, hè, vrijwillig. En dat is toch maar weinig, ja, hè? Dat vind ik dan toch iets en als de rest gedaan. Zijn allemaal, ja. Dan zouden toch eigenlijk moeten zeggen, potverdomme, kom op. Je krijgt iedere week toch een mooi pakket. Helpt dus mee. Alleen al dat je op een gegeven moment voor wij ook zegt, nou weet je, al ga ik maar 1 keer in de week dan een beetje schoefelen. Ja. Gewoon dat je eens uit de huis komt. Ja. En dat je de buitenlucht ingaat en dat je je nuttig voelt. Dus dat werkt emotioneel en geestelijk ook zo goed door. Dat werkt ook, want als je die mensen ziet die dus... Want je bent ook weer nuttig, hè? Voor... Ja. Dat is het hem ook. Die mensen die dus doorwerken, als je daarmee praat ook, dan zeggen ze, oh, ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ja. Want ja, je hebt weer sociale contacten. Ik wil zeggen, s'morgens komen ze door bij elkaar en ze doen nu gezellig samen een bakje koffie drinken en alles. En het is heerlijk om buiten te en werken. En het zijn maar halve, ja, dagen. Nou, is niks dus, mis mee. Ja. Want die Voedseltuin, die komt ook van jullie af. Het is wel een samenwerking, ja, goed samen. Maar de Voedseltuin is dus helemaal op, door iemand anders opgezet. En die hebben dat ook in de Bos gedaan. In de Bos leveren ze dus ook aan de voedselbank. En hij is hier in Boksel begonnen. Toen heeft hij gezegd van, luister, zie je, al wat eraf komt, gaat naar de voedselbank. Wat leuk. Dus die hebben gewoon een stuk grond? Die hebben een heel stuk grond gekregen met de kleine aarde. Van de gemeente? Ja. Hm. En wij hadden eerst zelf een groenteman die dus voor ons groentes kweekte, heel het jaar door. Oh ja? En, als ook een hobbyist? Ja. Die was vroeger bloemist geweest en die is toen, die had de kast nog achter zijn huis staan en buiten nog een hoop grond liggen. En daar heeft hij altijd groentes en opgetild voor de voedselbank. Ik denk 5 jaar lang. Ach, dat is toch ook bijzonder, hè? Dus op een gegeven moment toen zit hij van, ja, nou stop ik ervoor mee. Want die mens was ook tegen de 75, ja, dus die zei, ik stop ermee. Lijkt me ook heftig als je dan op een gegeven moment moet zeggen, ik stop ermee. Want je weet gewoon ook dat je denkt, ja, doordat ik stop, is... krijgen een hoop mensen de groenten niet meer, hè? Nou, dus wij zaten in het begin echt van, god, hoe gaan we dat oplossen? Ik wil zeggen, en toen kwam dus het idee van, dat ze die voedseltuin moeten beginnen. En toen, ja, zeiden wij, ja, daar willen wij dus wel om mee gaan werken. Want
dan hebben we tenminste voor onze cliënten weer verse groentes. Ja. Nou komt de wintertijd, dus het is weer prei en knolselderij en boerenkool. Hè? Ja, maar daar is niks mis mee, lekker. Nee, is onze tijd nou. Maar lekker, van de zomer hebben we dus sla, andijvie en ja, noem maar op, radijsjes. En hebben jullie dan ook zoveel dat jullie ook genoeg hebben voor al voor die 100 mensen die er komen, iedere week? Ik doe dat iedere week in overleg met hem en dan degene die door die voedseltuin beheert. En dan zeg ik van, nou, ik heb zoveel cliënten, dus ik wil dit of dat kan ik gebruiken. Ja. Kijk, ik ga niet zeggen, als we maar 100 cliënten hebben, om te zeggen van, nou, snij maar 500 kroppen sla uit, want dan moet ik ze hier ook weggooien. Ja. En dat doen we dus niet. Dus dan zeg ik van, nou, dan probeer ik dat aan een andere dag te zetten. En dan proberen we dat weer binnen het cluster te ruilen. God, dat is een heel planning voor jou, hè? Om dat zo te doen, hè? Ja, maar het loopt nog allemaal steeds. Ja, loopt het steeds. Lijkt me ook wel kicken voor jou dat je denkt, zo, ik heb het weer allemaal voor elkaar. Mensen gaan weer tevreden. Ik zeg, als ik vrijdagsmiddags naar huis ga, dan zeg ik van, nou, de laatste rit is gedaan. En dan zeg ik, jongens, dag, prettig weekend. Ja, ja. Ja. Ik kreeg ook mooie reacties van mensen. Ja. We hebben hier 14e, of gisteren, vorige week nog, was een mevrouw hier, die kwam een eigen gebakken notencake brengen. Die had speciaal voor de vrijwilligers een notencake gebakken. Ach, ja. We hebben ook een buitenlandse mevrouw gehad. Nou, die kwam dus om de 14 dagen kwam ze van die Turkse hapjes brengen en zo allemaal. Ja. Nou ja, dat is echt leuke dingen zijn daar dan. Ja. Ja. Want niemand wordt betaald, hè? Niemand. Het zijn allemaal vrijwilligers. Allemaal vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers zitten hier nou? Hier in Boksel hebben we er rond de 40. Alleen in Boksel. En iedere vrijwilliger heeft zijn eigen taak? Ja. Van penningmeester tot secretaris tot, noem maar op, voorzitter. Iedereen, maar dan gaat eigenlijk bij zo'n voedselbank, dan gaat geen geld in om, hè? Ja, jullie krijgen dan wel een schenking van Sint-Vincentjes één keer per jaar. Maar verder... Jawel, we moeten ook de huur, gas, licht, water en alles moeten is dat ook dan een soort subsidie wat jullie krijgen dan? Of hoe gaat dat dan? Eén keer per jaar krijgen we subsidie van de gemeente, van bedrijven en van verschillende organisaties krijgen we dus geld geschonken, waar we dus het vervoer van onze bus mee betalen. Ja. Want zonder diesel komt die bus niet uit. Nee, klopt. Dus dat is allemaal dingen die toch allemaal meespullen. Ja. En ik zeg altijd maar zo, zolang ik mag gedenken van onze penningmeester, dan ben ik al lang weer ben blij. Ik tevreden, want dan kan hij blijven rijden. Ja. En zolang je niet zegt van het is op, dan heb ik pech. Ja. Evert, hoe lang ga je nog door? Dat is een heel goede vraag. Ik zeg altijd op mijn 65ste. Je bent nu 62? Ik ben nu 62, dus ik moet nog 3 jaartjes proberen het nog vol te houden. En ik heb altijd gezeten, dacht dat ik 65 word, ben ik 12,5 jaar in dienst en dan stop ik ermee. Ja? Ja, en dan... mijn vrouw denk, die jij dat jij, denk jij dat je het ook los kunt laten? In het begin zou het moeilijk zijn, maar ik denk als ik eenmaal thuis ben, dat ik toch wel mijn eigen ritme weer kan vinden. En als je een goede opvolger hebt die je zelf goed in kunt werken, scheelt ook misschien wel. Dat scheelt ook heel veel. Dus toch gaan we ook zoetjes aan het werken. We zeiden, jouw vrouw, het is mooi zat geweest, manneke. Nou, onze vrouw die zei altijd, ik moet het us nog zien. O ja? Is jouw vrouw hier ook actief? Nee. Nee? Oké. Okay. Nee. 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 Wij hebben ook altijd die stelling gehad, eigenlijk, bij de voedselbank, dat man en vrouw niet samen op de werkvloer mogen werken. Oh. En waar staat de reden van? Nou, we hebben dat wel gehad. We hebben dus een echtpaar gehad en daar werkten de kinderen en de aanhang en alles werkte dus mee. Ja. En op een gegeven moment, dan botst dat gewoon in een keer. En toen hebben we eigenlijk gezegd van, er komen geen echtparen meer op de vloer. Want dan is het altijd bij de ene te breed of te lang. Dus, het steggelt wat meer tussen. Nou, nee, dat valt nog aan mee. Maar ik wil zeggen, het is toch anders als steggen mee. Ik zou het ook... Hoeft ook niet. Nee, ik denk ook niet dat ik het zou kunnen accepteren als een vrouw bij wijze van spreken hier vrijwilligerswerk mee ging doen. Nee? Nee. Nee. Nou, dan is dat goed opgelost zo dan, toch? Even, we gaan stoppen. Want het is een en al enthousiasme. En ik vond het een heel mooi en een vooral goed gesprek. Want ik ben heel veel te weten gekomen over de voedselbank. En
Ik wist niet dat alles zo in elkaar zat. Dus ik vond het echt heel leerzaam om een keer bij jou hier aan tafel te zitten. En ik vind echt ook heel mooi om te zien dat jullie zo fanatiek en gedreven met z'n allen zijn om dit als een goed bedrijf te kunnen laten functioneren. En ik wil jou heel hartelijk bedanken. Nog veel mooie jaren toegewenst. Ja. En we komen elkaar nog wel tegen. Alleen ik hoop niet op de voedselbank. Nee, dat hoop ik ook niet. Dankjewel.